Jurgen Carolina, je verliest hier 0-2 van PSV, maar ik denk dat je met de wedstrijd over het algeheel, ja, daar kun je opbouwen, zeggen ze dan, daar kun je even mee verder. Ja, klopt. Het ging wel wat beter dan afgelopen wedstrijden qua spel, vooral de eerste helft, ja. En we hebben wel wat anders laten zien dan voorgaande wedstrijden. Ja, want veel strijd, veel no-what, zeggen ze dan. Hoe voelde dat in het veld? Want ja, PSV krijgt zeker voor rust niet hele grote kansen. Dan heb je misschien, er is hier wat meer te halen als we dit vol blijven houden. Ja, nou ja, je zag op een gegeven moment, het publiek ging er ook achter staan, ja. En dan, ja, voor mij de eerste keer, dan voelde wel geweldig. Krijg ook gewoon, wat meerdere jongens waarschijnlijk gezegd hebben, krijg gewoon veel energie van. En ja, dat zag je ook wel terug. We bleven maar doorgaan eigenlijk met z'n allen en... Ja, we gingen best wel met een goed gevoel toch wel de rust in. En dan is het heel jammer dat hij na rust valt. Vlak na rust. Maar ja, goed, kopjes gingen niet hangen. Zelfs nog een penalty momentje, kansjes. Dat mentale deel, dat is ook op orde. Ja, klopt. Ja. Hoe ging het voor jou verder aan de linkerkant? Verdedigend tegen Lozano veel gespeeld. Volgens mij ging het wel aardig. Heel de linkerflank besteken, want je was ook voorin te vinden. Tevreden zelf over je eerste avondje nakkie? Ja, zeker tevreden. Ja. Het waren natuurlijk wel weer een aantal puntjes waar je op moet letten, maar voor de volgende keer. Maar werk aan de winkel nog steeds. Ja, maar het smaakt naar meer, neem ik aan. Ja, dat zeker weten. Ja.